Maandagochtend 30 december 2019 rond half vijf in de ochtend is er brand ontstaan in een slooppand aan de Kralingseweg in Rotterdam, vlakbij metrostation Schenkel. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling in de richting van een van de nabijgelegen flats. Samen met een kans op vrijkomend asbest. De onderste verdieping zou niet zijn getroffen door de brand. De leegstaande panden aan de Kralingseweg zijn in het verleden al vaak doelwit geweest van brandstichting. Buurtbewoners zouden de panden graag gesloopt zien worden, maar er is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren. Door de rookontwikkeling is de Kralingseweg voor een gedeelte afgesloten geweest. Het metroverkeer heeft daar geen last van gehad.